Dit is mijn zangdocent Maaike en wij zijn hier samen aan het oefenen voor de tweede cd. Het was wel een beetje gek, want ik stond daar in mijn zomerjurkje en met zonnige weer kerstliedjes te zingen. Nou, hier houdt ze mijn nek vast, omdat soms dan heb ik een beetje spanning met het zingen. En dan als ze me een beetje rondbeweegt, dan helpt dat altijd heel erg veel bij mij. Terwijl ik trouwens nog hard aan het oefenen was voor mijn cd, was het orkest gewoon nog bezig met de liedjes inspelen. En helaas kon ik daar niet bij zijn. Van tevoren moest ik van elk liedje een tekening maken van wat ik daarbij voel. Dus als het over liefde gaat, bijvoorbeeld een hartje. Dus dat vond ik wel heel fijn, want toen hoefde ik niet te denken, oh, wat betekende het nou ook alweer? Eigenlijk is het gaat altijd gewoon vanzelf dat ik er een bepaald gevoel bij heb. Dus bij dat liedje, dan bekijk ik naar het plaatje en dan zit ik er helemaal in. Dus dan, wat misschien heel veel fans die zeiden, je wenkbrauwen staan altijd omhoog als je zingt. Maar dat komt omdat ik dan gewoon in het lied zit, net zoals als je in een boek zit. Voor mijn tweede cd moeten natuurlijk ook foto's komen, dus daarom was als allereerste natuurlijk de fotoshoot. Het is een kerstcd, dus ik had bloesjes aan met leuke rokjes en zilveren glitters en blauw. En dat eigenlijk was dat wel mijn smaak eigenlijk. Ik vond het wel heel leuk. Heel veel vriendinnen van mij zeggen, is het niet irritant om steeds in die cameraflits te kijken? Maar eigenlijk, aan het begin vond ik het eigenlijk al leuk. Ik bedoel, het is leuk als je zo zit en ze maken foto's. En ze gaven natuurlijk ook wel tips van, kun je nu naar rechts kijken, nu naar boven, nu naar beneden of zo. En mijn lach is nog steeds hetzelfde gebleven en dat ga ik denk ik ook niet veranderen. Hallo. En tussendoor belt mijn vader natuurlijk en mijn broer om te vragen of alles goed is gegaan. Alleen degene die mijn haar doet is anders, maar mijn haar make-up, maar degene die mijn kleren uitzoekt is wel hetzelfde. Ze mochten niet zelf bellen, want anders dan zouden we midden in een fotoshoot zitten en moest iemand naar boven rennen om op te nemen. Maar ze waren wel heel erg opgewonden om te horen wat er allemaal gebeurd was. Doei! Doei! Hier komt mama nog. Tijdens de lunch wou iedereen weten hoe mijn vakantie was geweest. Want het was midden in de zomer dat we dat deden. Dus midden in de vakantie. En iedereen wou weten wat er allemaal gebeurd was. Dus ik vertelde het spannendste verhaal. In Zuid-Afrika, ik was in Durban, er zijn heel veel haaien. Nou, ik ging met papa en Vincent in een haaienkooi. Met haaien om ons heen. En die haaien die hadden nog niet gegeten. Ja. En
Of hadden ze net gegeten? Ja, volgens mij hadden ze net gegeten, dus dat was wel leuk. Alleen hun tanden waren helemaal onder bloed en er zaten nog stukjes vlees aan. En ze deden zeg maar zo raar, met hun mond open en ze bonkten tegen de kooi. Heel hard. En we schommelden. Hadden ze niet opgegeten? Nee, we schommelden. Nee, want ik zit hier nog. Alleen, dus de hele kooi schommelde heel erg en ik was bang dat hij om zou kiepen in het water. Alleen, dat kan niet. Ik wist het eerst ook niet, maar Sony die had dat geregeld. Want ze zeiden dat zij een hele goede zangdocent was. Ze had het eerder, dus ik denk dat ze dat ook al met iemand anders hadden gedaan. Want als ze weten hoe goed zij is, denk ik dat ze dat wel hebben gedaan. Alleen toen op een dag zeiden ze, ja, Henny, die woont in Utrecht en die kan ook heel goed zangles geven. Dus misschien kan je daar een paar keer naartoe gaan voor een soort van masterclass. Dus eigenlijk was het, ik ging daar 4 keer naartoe. En daar heb ik wel inderdaad wel heel veel geleerd. Want zij is oud en heeft al alle fouten meegemaakt die een jonger persoon al nog niet heeft gemaakt, zeg maar. Wat heel fijn was aan Henny, mijn andere zangdocent, was dat we zaten soms wel een uur aan de tafel om gewoon te zeggen, ja, dit betekent dit en dit. En in het eerste stukje ben je verdrietig en daarna blij. En daarna, als we dat allemaal hadden gedaan, moest ik van elk liedje dat opnoemen, zodat ik dat precies wist. En dus bespraken ook de tekst, hoe je dat uit moest spreken heel lang. Dus eigenlijk was het voor de zangles, wist je al wat je moest doen. Gelukkig was mijn zangdocent Maaike er wel om me te helpen. Dus alles herinneren aan mij. Want de andere mensen die daar zitten van Sony, die weten niet wat ik en Maaike allemaal hebben gedaan.
En het was wel... natuurlijk is het wel een beetje spannend, maar eigenlijk het is veel relaxter, want je weet dat je het gewoon opnieuw kan doen. En dat het niet zoals dat het niet live is zoals al mijn andere optredens. Dus dan als er iets misgaat, dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit. Als je daar in die studio bent, dan eigenlijk het is het beste om water te drinken. En lekkere verse muntthee, dat was wel heel lekker. Alleen je mag, wat heel moeilijk was voor mij, was je mocht niet kuchen. Dus je mocht niet doen of zo. Je moest gewoon slikken en water drinken. Alleen dat vond ik wel heel lastig, want anders kwam er alleen maar meer slijm. Dus ja, dat was wel wat moeilijker. En bijvoorbeeld ik at M&M's. En toen moest ik weer gaan zingen en toen bleef dat heel erg veel plakken aan mijn stem. Dus moest ik eerst een half uurtje weer gaan zingen totdat het weer los was van mijn stembanden. Maar ja, je moet toch wel ooit wat lekkers eten.